Er is dus een hele scene in Nederland met, nou ja, een hele Indiase scene, een Hindoestaanse scene met, en dus ook hun eigen misverkiezen. Prachtige India's-Nederlandse meisjes. In sarongs met belletjes en henna tattoos. En die eigenlijk met één been heel erg in die Hindoestaanse wereld staan. En de andere been zijn ze natuurlijk hartstikke oer-Hollands ook. In hoe ze praten, in wat ze doen, in hoe ze denken. Het klinkt nog een beetje in mijn oren alsof je zo'n soort wereldvredeverhaal van een mis aan het houden bent. Als ik heel eerlijk ben. Dat ik een beetje nog... Ja, world peace, ja. Dat ik een beetje denk van, wat bedoel je nou eigenlijk? Wat voor voorbeeld en waarom doe je nou mee? Ik bedoel, tegen ons hoef je ook helemaal niet politiek correct te zijn, want dat snappen we toch allemaal niet. Ja, ik doe gewoon mee. Het lijkt me echt leuk. Leuke uitdaging. En ik hou van... Maar wil je model worden? Of wil je beroemd worden? Of model lijkt me heel leuk. Ja. Internationaal lijkt me ook heel erg leuk. Dus het is voor jou misschien een kans. Ja, zeker. Maar één been zit echt nog in de Hindoestaanse cultuur. En die mensen zoeken elkaar allemaal op. En dat is echt een scene in Nederland. Wat super interessant is. Want ja, normaal gesproken kom ik daar natuurlijk niet mee in aanraking.